Dag allemaal, ik ben Jasper Smit. En ik ben Roel Smits. En vandaag is het 24 april 2012. En we zijn nu in de kantine van ons hostel. In ons hostel, in Tokio. En we hebben vandaag weer allemaal hele leuke dingen gedaan. We hebben mooie dingen gezien, geproefd, gevoeld, van alles. Wat is jou opgevallen, Jasper, vandaag? Ik ben er vandaag achter gekomen dat ik toch wat vissiger ben dan ik dacht. Oké. Ik vind het toch wel leuk om vis te proberen, vis te eten en toch wel achtergekomen dat het toch wel iets lekkerder was dan ik dacht. Nice. Wat was jouw hoogtepunt vandaag? Nou, de gemiddelde Japanner is natuurlijk niet zo lang en ik ben ook niet zo groot. Dus voor het eerst in mijn leven voel ik me niet klein als ik om me heen kijk. Ik had niet verwacht dat je het ooit zou zeggen. Goed, we hebben vandaag weer twee onderzoeksinstellingen bezocht. Namelijk het ICE en het JAXA. En daar gaan we even wat kort over vertellen. Ja. Het ICE was een onderzoeksinstelling van de Japanse overheid. Het deed onderzoek op technologisch gebied. Maar sinds kort is het geprivatiseerd. We werden vanochtend ontvangen door een hele enthousiaste man van ICE. Hij vond onze pakjes en onze stropdasjes erg mooi. We hebben ook een foto geüpload die te zien is op de website. Ja. Dat was erg leuk om te zien dat we toch wel hartig worden ontvangen. Ja. Verder hebben we nog een paar robots gezien. Dat is wel grappig. Bij het ICE hadden ze zo'n mannetje en die komt met ballen gooien en die volgt allemaal instructies op. Dat was wel erg stoer om te zien. Ja, echt een fancy robot. Kon je zien dat daar redelijk wat geld in was gegaan. Ja. Verder hadden ze ook hele lieve robots. Die waren eigenlijk bedoeld voor opa's en oma's die eigenlijk niet meer kunnen zorgen voor huisdieren. Hadden ze een soort van kleine zeehondjes. Ja. En die konden dus, ja, en die waren heel interactief. En als je vastpakt, gingen ze allemaal geluidjes. Ja, dat was geweldig. En die meiden van ons, ja, die waren natuurlijk niet meer stuk te krijgen met die beesten. Dus dat was echt leuk. Ja. Daarna, na de lunch, waren we doorgegaan naar JAXA. Dat is het onderzoeksinstelling van Japan voor ruimtevaart. Een enthousiaste meid had ons daar rondgeleid. Alleen het was een beetje jammer dat ze alles voorlas. En de helft wat ze zei was eigenlijk niet te verstaan door haar zware Japanse accent. Ja, dat was erg jammer. En ze las echt alles voor. Dus ja, ze had gewoon een blaadje bij zich. Ze keek ons bijna niet eens aan. Nee. En dan had ze zo'n klein microfoontje en dan ging ze zo... Dat was absurd. Nou, verder nog een paar leuke dingen gezien. We zijn door een expositie heen geweest waar allemaal oude stukjes van ruimtevaart hingen. Was ook een raket van 50 meter, een oude raket die ze vroeger gebruikten. En wat ook wel grappig was om te merken, was dat iedereen ook weer een beetje moe werd aan het eind van de middag. Dus ook bij de laatste lecture van die we kregen. Onze jetlag was dat? Ja, onze jetlag hebben we nog steeds wel een beetje last van. Maar we zaten dus bij onze laatste lecture. En Hassan, een van de jongens die mee is, die viel in slaap, maar die was echt niet meer wakker te krijgen. Zag je hem bij het applaus toen hij wakker werd? Ja. Dat was echt prachtig. Dat was geweldig. Ja, hij werd dus wakker van het applaus. Maar ja, wat doe je als je wakker wordt van een applaus? Dan moet je natuurlijk mee applaudisseren. Zo snel mogelijk. Ja, dus de jongen werd echt spastisch wakker. Nou, meeklappen en doen. Prachtig. Gewoon weer een lichte puntje in je dag. Als je zelf ook aan het struggelen bent om wakker te blijven. Je bent niet de enige. Om te zien. Ja, vet. Zeker. Daarna zijn we om de dag af te sluiten... We gaan eten met z'n allen bij een restaurant. We kregen een feast. We wisten van tevoren niet wat het was, maar het bleek dat het allemaal verschillende stukjes vis waren. En het ene was lekkerder dan het andere. En er zaten ook echt letterlijk en figuurlijk monsters bij. Ik heb er hier eentje meegenomen, schrik niet. Het was een inktvis die wij geserveerd kregen. Dus, hij bibbert en hij glibbert lekker. En hij smaakt ook echt als een hap zeezout in je mond. Het viel me eigenlijk nog een beetje mee. En daarnaast dit stukje, het lijkt op een regenworm, maar het is ook inktvis. En als je hierop gaat kauwen, dan blijven sommige stukjes hard en andere stukjes die worden zo slijmerig als snot, echt. Dat is een structuur om van te gruwelen. Ja. Ja, heel gaaf. Dat was toch wel weer een beetje onze dag, wat we allemaal hebben gedaan en geproefd en gedaan. Ja, geweldig. En natuurlijk willen we ook nog even de groetjes doen aan de mensen thuis. Vooral niet de groetjes doen aan de ouders van Anne. Nee, heeft ze want, niet om gevraagd nee, vandaag. Nee, heeft ze vandaag niet om je gevraagd. Dus dat gaan we ook niet doen. Nee. Wat we wel natuurlijk willen doen is... ik wil persoonlijk even mijn familie groetjes doen. En de jongens van de Brak. En natuurlijk iedereen die verder mee zit te kijken.
En natuurlijk wil ik ook de groetjes doen aan iedereen thuis. Dus, was super. Sayonara. Oké, doei doei.